Gemeente Nijmegen is van plan om voor het nieuwe jaar 1000 afvalbakken weg te halen. Op dit moment staan er in Nijmegen zo'n 2150 afvalbakken. Volgens de gemeente zijn veel prullenbakken overbodig geworden en worden ze oneigenlijk gebruikt. Paul Eigenhuizen van voornijmegen.nu denkt dat er nog meer rotzooi in de natuur komt als dit plan doorgaat. Wij vinden dat afval hoort thuis in een afvalbak. En het moment dat je vuilnisbakken weghaalt, bijvoorbeeld hier in Stadspark Stadijk, dan is de kans groot, misschien wel levensgroot, dat mensen de rotzooi in de natuur gaan gooien. En dan zijn we nog veel verder vanuit, zijn de kosten nog vele malen hoger. Maandagochtend plaatste de Stadspartij een Facebookbericht waarin staat dat zij het niet eens is met het plan van de gemeente. En daar kwamen veel reacties op. Ontzettend veel. Ja, ik heb het vanmorgen op Facebook gezet. Ontzettend veel reacties. Ik denk inmiddels 63. Allemaal mensen die het voor een groot deel met ons eens zijn. Dat die afvalbakken moet je gewoon niet weghalen. Want dat levert nog meer zwerfvuil op. Als je ziet wat hier gebeurt, hier in dit mooie stadspark, waar heel veel zwerfvuil ligt. Dan haal je hier de helft van de afvalbakken weg, dan wordt het alleen maar erger. Je ziet het op het Waalstrandje, waar ook geen afvalbakken staan. Waar elke na een zomerse dag een ontzettende bende is met afval. Omdat er geen afvalbakken staan. Ik zou het liefst weer teruggaan naar de afvalstoffenheffing, dus per huishouden. En dan verder geen kosten meer voor de groene zak. We gaan in ieder geval proberen om dat plan tegen te houden. En als dat wel doorgaat, ja, dan hebben we niet zoveel te zeggen. Maar we gaan in ieder geval proberen om dat plan tegen te houden. Op 15 november wordt er door de gemeenteraad een definitief besluit genomen.